zoeken. Hebben zij even pech? Dag jongens, het was weer gezellig. Ik wist wel dat hij de knijp niet te vertrouwen was. Tja, duh. Daar heb je echt die speciale gaven niet voor nodig, hoor. Maar dat het zo heftig zou zijn, dat geloof je toch niet? Dat hij dit soort dingen doet. Jongens, dat hij dit soort dingen doet om aan die bandjes te komen. Dit moet wel zoiets groot zijn. Maar wat heeft Lara hiermee te maken? Waar is Lara? Terug op de gamefabriek. Waar zijn al die anderen uit het busje? Misschien moeten we die gamefabriek in de gaten gaan houden, hoor. We zitten nu ergens bij de gamefabriek. En als ze iets zien, dan bellen ze ons. Oké. Was Maaien nog boos op ons? Nee, hoezo? Nee, ze waren met ons mee, maar dat leek ons geen goed idee. Ze doet wel een beetje raar. Wat doet ze dan? Ze doet volgens mij dingen achter onze rug om. Wat bedoel je? Nou, bijvoorbeeld als ik binnenkom en ze zit te bellen, dan gaat ze opeens heel verdacht doen. Hoe verdacht? Snel ophangen. Ik weet nu ook dat ze vanmiddag een afspraak heeft met iemand. Weet je dat? Ik heb haar stiekem afgeluisterd. Dat kan net zo goed iets privé zijn natuurlijk. Zij is gisteravond dus wel naar die galapresentatie van die nieuwe game geweest. Echt waar? Tegen mij zei ze dat ze naar een schoolreunie ging. Toen ik hier binnenkwam was zij hier en die uitnodiging lag gewoon daar. Ze weet niet dat ik hem gelezen heb. Wat weten we van haar? Dat ze journalist wil worden? Ja, wil ze dat echt of doet ze alsof? Ze is op dezelfde dag hier naartoe gekomen dat wij naar de gamefabriek toe gingen. Toeval? Ja. Ja? Ja, toen Sylvia zei dat Maya hier kwam, wisten we toch nog helemaal niks van die gamefabriek af. Punt voor jou. Oké, 6-2. Ik dacht het niet. Ze zat toch op de Torbek, hè? Ja. Laten we die even bellen, vragen ze gisteren een reunie was. Goed idee. Toch, ik heb het koud. Ja, goedemiddag. Gesprek met Cas van hotnieuws.nl. Ik zou graag even de schooldecaan willen spreken. Die is er niet. Misschien kunt u mij helpen. Het gaat om een oud-leerling van uw school, Maya Leeuwenstein. Leeuwenstein. Ja hoor. Ze zoekt het even. Ongelooflijk saai vak is dit toch eigenlijk, zeg? Spion. Moet plassen. Nee, hè? Laten we even naar wc gaan. Ga jij maar, ik blijf hier. De spionnen hebben ook recht op pauze, ga gewoon even mee. Ga nou maar. 5 minuten. Oké, ga ik wel alleen. Wacht. Wat? Maya, daar. Wow. Dan ben ik toch in de war met een andere school. Dank u wel, mevrouw. Dag. Ze hebben daar wel een paar Maya's gehad, maar geen Maya Leeuwenstein. En van een schoolreunie wist ze helemaal niks af. Dus? Heeft ze nou wel of niet op die school gezeten? Hebben we een foto van haar? Ja, tuurlijk. Kun je hem uitprinten? Waarom? Dan gaan we bij de Torbekken langs. Oh. Okay. Goeiedag. Zeg het eens. Ik kom voor Jure Olieslager. Zo, kijk eens aan. Olieslager. Ja, met Hans. Ik heb hier een bijzonder charmante jonge dame aan de balie staan. Voor Jure. Ja, oké. Okay. Als we even wachten, hij komt er zo aan. Oké, okay, dank u wel. Maya. Ja. 5 minuten geleden. Dat denk ik wel, ja. Wil je zo terug?
Weer dat busje, hè? En? Maya, die zat hier vorig jaar nog. Hoe heet ze? Waarom willen jullie dat weten? Deze jongen is smoor verliefd op haar. Ik ben niet de enige. Dus we willen graag een achternaam weten. Is dat Leeuwenstein? Oh, Lansdorf. Maya Lansdorf. Lansdorf? Ja. Oh, en hebben jullie, een van jullie misschien haar nummer? Hey, bedankt hè. Zit Lara erbij? Ik denk het niet. Hey, de knijf. De knijf zit erbij. Wat doen we? Het busje achterna afwachten tot Maya naar buiten komt. Ik wil weten waar dat busje naartoe gaat. Ja, ik ook. Let's go. Hoi Kaas, is Kevin daar nog? Yo, Kev. Ah, Kevin. Ik heb vanmiddag een zeer ongeruste moeder van jou aan de lijn gehad. Echt waar? Jij zou tegen je vader hebben gezegd dat je bij haar zou slapen, maar je bent er helemaal niet geweest. Klopt dat? Ja, communicatiefoutje. Want Kevin heeft vannacht bij ons geslapen. Oké. Okay. Nou jongens, voortaan wat duidelijker communiceren. Want als ik kinderjuf had willen worden, dan was ik niet de IT ingegaan. Trouwens, hoe gaat het met de site? Zijn er nog nieuwe onderwerpen? Ik hoor helemaal niets van jullie, geen mailtje. We zijn flink bezig. Dan krijg ik snel wat resultaten te zien, want denk eraan, de deadline nadert. Hè? Thanks, man. Wat is er nou aan de hand, man? Mijn vader is er nooit. Gisteren zouden we die film kijken, had hij ineens een of andere suffe vrouw meegenomen. En je moeder? Die wil geen gezeur meer aan de kop. Logisch dat ik daar niet heen ga. Nu heb jij gezeur aan je kop. Hé, je kunt best wel eens een keertje bij ons logeren. Het is echt heel gezellig bij ons thuis. Oké. Zag je dat? Weer een envelop, hè? Het is kennelijk PD vandaag.